Van harte goedemiddag en welkom bij Actua, het actualiteitenprogramma gepresenteerd vanuit de congreshal in samenwerking tussen de STVS en het NII. Wij proberen u de actuele zaken te brengen en we spreken daarbij dus in dit programma met enkele gasten. Onze eerste gast vandaag is Germain Koning Verander. Germain, van harte goedemiddag en welkom in ons programma Actua. Goedemiddag en hartelijk bedankt. Germain Koning Verander, jij bent CARICOM ambassadeur van Suriname. Als mensen horen CARICOM ambassadeur, wat moeten ze zich daarbij voorstellen? De CARICOM ambassadeur, eigenlijk het instituut van CARICOM ambassadeurs, die fungeren als een brug tussen de nationale, de staat en de organisatie. Wij als ambassadeurs, wij moeten ervoor zorgen dat het nationaal beleid in afstemming heeft of geschroomlijnd is met het beleid van de CARICOM. Oké, geweldig. Nu ben je verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat is het protocol van het ministerie als we kijken naar het COVID-19-virus nu? Welk protocol hanteert men daar? Wel, op het ministerie hebben we één, als de mensen binnenkomen, dat ze hun handen sanitizen. Ja. Er is voldoende over, all over the place. Er is ook binnen het ministerie is er niet een volledige bezetting. In roulatieverband wordt er op de afdelingen gewerkt. En er zijn ook daarnaast nog andere richtlijnen waaraan het personeel, de staf, zich moet houden. Ja. Is het voor het ministerie moeilijker functioneren? Dus nu de COVID-19-situatie er is, er een mindere bezetting is, taken moeten op een andersoortige manier verdeeld worden. Is het moeilijker zeker dealen met het buitenland en in zaken onze CARICOM-landen? Zeer zeker. U moet weten, het buitenlands beleid is 24/7. En met een veel mindere bezetting is er een grotere druk op ons. Eigenlijk op het totale ministerie. Ja, ja. Maar desondanks proberen we het dusdanig te managen dat de ploeg die in een roulatieverband, de ploeg die dan aanzit, het werk dusdanig koffert, dat degene die daarna komt gewoon smooth mee kan gaan. Ja, dus dat eist wel een bepaalde voortvarendheid, gedreven zijn, vlijtig zijn. Okay, flexibiliteit. Ja, inderdaad. Oké, en nu ben je in januari aangesteld als CARICOM ambassadeur. Toen dat aan jou werd gezegd, van hey, ik denk dat jij past in deze rol, hoe heb jij dat ervaren? Heel prettig. En u moet weten dat het buitenlands beleid, het buitenlands gebeuren, het niet iets is dat ik kort doe. Ik doe het heel lang al. Ik was eerder verbonden aan het ministerie van Financiën en daar was ik ook al belast met het CARICOM-beleid. En gaan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken was iets meer een beetje diep gaan geven in het werk. Maar het is ook een andere uitdaging vanuit een ander invalshoek. Suriname dienen, vanuit een anders invalshoek beleid maken. Dus het was een heel goede aanwinst. Ja, ja. En nu heb je het over invalshoeken, een andere zienswijze. Wat zijn voor jou de prioriteiten als CARICOM-ambassadeur? In jouw rol, in jouw functie? Ja, je moet weten, CARICOM is een integratie, een samenwerking. En vaak genoeg hebben we gehoord van Suriname moet stappen uit de CARICOM. Maar je aansluiten binnen een organisatie wil niet automatisch zeggen dat alles smooth zal gaan. Als lidland ga je je weg moeten zien te vinden binnen die organisatie. En om ons beter te laten integreren binnen het CARICOM gebeuren, maak ik me sterk om 1. Onze landbouw, want het zijn kleine er zijn kleine landen die heel sterk gericht zijn op voedselveiligheid. En Suriname kan daarbij een heel belangrijke rol spelen. Dus mijn rol hierbij is om Suriname beter te promoten, beter te situeren binnen het geheel. Maar ook vanuit onze portefeuille, we zijn portefeuillehouder van sport, jeugd en cultuur. En het jeugdbeleid willen we ook dusdanig meer promoten. In het kader hebben we ook die CARICOM jeugdambassadeurs. En jongeren beter involven in het CARICOM-beleid, maar ook in het nationaal beleid, het geheel rond de CARICOM. Ja, ja. En als ik hoor, je hebt het over portefeuillehouder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Mensen die dat niet weten, willen zich wel een voorstelling maken van wat dat is. Elk land binnen de CARICOM heeft een specifieke gebieden. Mm-hmm. Hebben specifieke gebieden. Suriname heeft als specifiek gebied jeugd,
gender en cultuur. Aha, oké, dat is iets duidelijker. Ja. Moeten wij ons dan concentreren op die specifieke gebieden? Moeten wij kennisdeling doen binnen de CARICOM? Is dat het een beetje? Dus het houdt in dat als land je gaat focussen daarop. Je bent eigenlijk de trekker van die gebieden. Mm-hmm. Maar het is een integraal gebeuren tussen al de landen. Maar als portefeuillehouder, als moet ik het anders zeggen? Als trekker mm-hmm. van dat specifieke gebied gaan. Suriname zich sterk maken. En dan ga je ook sterk maken als land, nationaal, voor je eigen mensen. Maar daarnaast ga je het verder coördineren onder de andere lidlanden. Oké. En hoe ervaar je de samenwerking met de andere lidlanden? Is er een hechtere samenwerking tussen de CARICOM-landen? Of ben jij toch van mening van, onze samenwerking kan vele malen hechter, sneller, beter, efficiënter? Zoals ik eerder zeg, stappen binnen een organisatie is geen automatisme. Je gaat je weg zien te vinden. En de Bijbel van de CARICOM is het verdrag van Chaguaramas. Is het verdrag, het oprichtingsverdrag. En als landen, als lidland, en als zoek je een opportunity, mm-hmm. toch, voor het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven moet daarvan gebruik gaan maken. Zij moeten kijken wat die organisatie, wat die samenwerking te bieden heeft. En het verdrag van Chaguaramas heeft daar richtlijnen. Maar wat ik ook altijd zeg, naast hetgene dat het verdrag te bieden heeft, moeten wij als entrepreneurs, wij als organisaties, whatever, wij moeten gaan kijken wat is de nitty-gritty van het land zelf. Mm-hmm. Wat zijn de zaken waarop het beleid van een bepaald lidland gestoeld is. Want het verdrag kan die mogelijkheid bieden om te exporteren naar het land. Maar wat zijn die kleine zaken waarmee we nog rekening moeten houden? Dan moeten we als land of als ondernemer, dan moeten we voeling gaan houden binnen zo'n land. Klopt. Om onszelf te exposen. Ja, ja. De overheid biedt een platform, maar de overheid kan dat zelf niet doen. Degenen die ervan moeten genieten, zij moeten zich verder gaan oriënteren en verder gestalte aan gaan geven. Ja. Voor ik ga naar het gedeelte van het exporteren. Heb ik gehoord, we zijn portefeuillehouder. Wordt de jeugd voldoende betrokken en kennen ze de mogelijkheden binnen de CARICOM-landen als ik denk aan onderwijs en of studie? Als we kijken, we hebben als precies als we het instituut van CARICOM-ambassadeurs hebben, heb je ook het instituut van CARICOM-jeugdambassadeurs. En daar heb je de jeugdambassadeurs die involved worden bij de vergaderingen, bij de activiteiten en zij zijpelen het door naar de jeugd. En ze zijn wel betrokken, ze zijn en heel actief heb ik ook gezien. Ik werk heel nauw samen met ze en met het jeugdparlement zijn ze ook heel actief bezig. Dus alles dat een beetje de jeugd betrekt, de jeugd aangaat, mm-hmm. wordt samen met de jeugdambassadeurs doorgecommuniceerd en zij brengen het dan verder naar hun peers. Oké, geweldig. Ten aanzien van het gedeelte van de export. Suriname exporteert bananen naar Barbados. Am I correct? Yes. Oké. Heeft dat te maken of had het te maken met het bezoek van ambassadeur Motley hier in Suriname? Of hoe zit dat precies? Ik moet u corrigeren. Het is niet ambassadeur Motley, maar de premier, prime minister. Ja, de prime minister van klopt. Barbados. Ja, het is een uitvloeisel van die samenwerking. Suriname is een samenwerking bilateraal aangegaan met Barbados. Mm-hmm. En de export van bananen, bakoven, is een uitvloeisel van die samenwerking. Naast Barbados hebben we ook Antigua, maar daarmee zijn we nog bezig. Maar Barbados, dit specifieke geval, moet als een soort van dienen als voorbeeld voor de rest van de regio. Vindt er een wezenlijke handel plaats tussen de CARICOM-landen? Ik heb geen officiële cijfers, maar misschien niet met alle landen. Maar er zijn enkele landen waarmee Suriname een stevige band hebben wat export betreft. Ja. En wat doen we precies met Antigua, omdat je dat land noemde? Yes, Antigua hebben we ook een bilaterale uh-huh. samenwerking voor het exporteren van agriculture producten. Ook die black belly sheep mm-hmm. en ook andere zaken. En denken we voorlopig alleen nog aan bananen exporteren of ligt er een andersoortige handel in het verschiet met de overige lidlanden? Binnen de CARICOM heb je verschillende beleidsgebieden. We zijn specifiek gegaan met een Barbados, Antigua en Barbados, uh-huh. maar
die samenwerking in CARICOM-verband heeft verschillende facetten. Dus het is niet gericht op Banana en Bakova alleen. Mm-hmm. In die samenwerking tussen Suriname en Barbados is de export van Bakova één van de uitvloeisels. Hey, denk je dat Suriname voldoende potentie heeft om zeker binnen de CARICOM en binnen het forum van lidlanden te fungeren als exportland? Tuurlijk, we hebben de potentie. Wat die CARICOM-landen ons niet zeggen is dat wat we hebben, zij niet hebben. We hebben land, toch? We hebben water, we hebben alles. Het enige dat we moeten doen is meer naar buiten toe treden. Onszelf meer exposen. En we moeten niet bang zijn. In alles dat je doet ga je tegenslagen krijgen. Zo is dat. Maar je moet er bovenop groeien. Ja. Je moet er bovenop groeien. En ik zeg altijd, als we in het verleden, als Suriname, het buitenland heeft kunnen voorzien van katoen, cacao, rijst en noem maar op. Dan kunnen we dat nog steeds. Waarom kunnen we dat nog niet doen? Het vereist een beetje coördinatie, samenwerking. En dan lukt het wel. Tot nu toe heb ik in elk vraaggesprek dat ik heb gevoerd met gasten die hier hebben gestaan, is het woord samenwerking gevallen. Yes. Dus ik denk dat we ons inderdaad moeten gaan focussen op een verdere samenwerking, een verdere diepgang met andere landen, waardoor we echt het exportland worden, zeker binnen de CARICOM. Zeer zeker. Maar nu heeft COVID-19 heeft niemand bespaard. Dus ook de CARICOM-lidlanden niet. Hoe gaat de CARICOM als body? Hoe gaan zij daarmee om? COVID heeft sowieso een flinke druk gelegd op de landen. En voedselveiligheid, voedselzekerheid is een van de spullen waarop de wereld draait. En de CARICOM heeft hierbij 3 vergaderingen belegd. Gisteren hebben we, ik zal niet zeggen de laatste, maar gisteren hebben we eentje gehad. Waarbij de gevolgen, de gevolgen van COVID, hoe we ermee moeten omgaan en hoe we met COVID na COVID, dus na die extreme vormen van COVID, hoe we dan verder moeten gaan. Hierbij, zoals ik eerder heb gezegd, de premier heeft dan aangegeven, de premier Mia Modley is voorzitter van de vergadering, voorzitter van de CARICOM. En daarbij heeft ze aangegeven dat samenwerken, een gecoördineerde samenwerking van belang is. Niet elk land gaat zijn eigen ding moeten doen. De landen gaan in gecoördineerd verband met elkaar moeten werken. Daarbij is afgesproken dat er protocollen worden opgesteld. Protocollen met betrekking tot health, gezondheid. Protocollen met betrekking tot voedselveiligheid. Maar ook protocollen met betrekking tot het bewaken van de borders, de grenzen. Ja. En daarbij hebben de lidlanden die informatie gehad. Mm-hmm. Ze gaan er mee naar, of we gaan niet naar mina huis, want het was een virtuele meeting. Maar we nemen het mee en dan wordt nagegaan in hoeverre het in het nationaal beleid past. Toerisme is een van de belangrijkste zaken binnen de CARICOM, ook voor Suriname. En toerisme heeft een hele druk, er is een hele druk op dat specifiek gebied ook. En een van de dagen, ik denk volgende week of zo, komen de ministers of de ministeries van toerisme, directeuren van toerisme, gaan bijeenkomen om te kijken hoe ze een gezamenlijk beleid kunnen formuleren om dat gedeelte ook op te vangen. Dus protocollen zijn samengesteld, gevraagd is aan alle lidlanden dat er een gecoördineerde samenwerking is. Want wat geldt voor Suriname, we zijn nu op COVID-vrij, maar andere landen niet. Precies. Dus wanneer wij klaar zijn om open te stellen, is de rest van de regio misschien nog niet klaar. Open. En vandaar dat men heeft aangegeven dat er een werkgroepen gevormd zullen worden, waarbij deze aspecten goed belicht zullen worden en etappes zullen worden besproken hoe we samen naar een goed plan kunnen gaan om de regio weer te openen. Is het een zware taak op je schouders? CARICOM ambassadeur. Ik voel en ik meen daarbij dat er best wel een zware functie is om dit alles te doen. Kijk, als je van je werk houdt en als het iets is waar je je terug kan vinden, is het nooit zwaar. Oké, je hebt job satisfaction dus. Ja. Oké, that's great. CARICOM, merk jij in jouw ervaring dat alle neuzen zijn in één richting, dat er een bepaalde visie is, een bepaalde missie. En hey guys, als CARICOM gaan we als blok, als unit, gaan we erop af en dit is wat we gaan doen. Op sommige gebieden wel.
Kijk, het zijn landen met verschillende beleidsgebieden, landen met verschillende interesses. Wat belangrijk is voor mij is misschien nog niet belangrijk. Of wat belangrijk is voor Suriname is nog niet belangrijk voor een ander CARICOM-land. Wat prioriteit is voor Suriname is nog geen prioriteit voor een ander land. Maar desondanks, toch zeg ik, om terug te komen op die vraag, dat als een blok we naar buiten moeten komen. Er zijn momenten waarbij de CARICOM als een blok naar buiten is gekomen. Als een eenheid, als een unity. Mm-hmm. En CARICOM is bekend binnen de gemeente, binnen de wereld als de zone of peace of zone. Of zone of peace. Ah. En, maar er zijn je gaat altijd zaken hebben waarbij absoluut men het nationale gaat willen beschermen. Ja. Wat tegen alle regels in is. Maar je gaat het krijgen. Eerlijk moeten we zeggen. Ja, ik denk dat elk land zeker kijkt naar het stukje wat is er voor mij in. Ja. Maar dat moet dan weer ondergeschikt zijn aan het algemeen doel. Algemeen belang. Ja, geweldig. Nou, u heeft het allemaal gehoord, kijkers. Germaine Koning Verander is het. Ja, Germaine Koning Verander. Ik heb bijna een andere naam gebruikt. Germaine Koning Verander, CARICOM-ambassadeur. Die hebben we als eerste gast gehad. Bijzondere taak, zeker als vrouw. Ik ben daar zeer trots op dat een Surinaamse vrouw is aangesteld als CARICOM-ambassadeur om zaken binnen de CARICOM voor Suriname te trekken. Maar dat ze deel uitmaakt van CARICOM die als unit, als blok moet optreden en moet fungeren binnen onze regio. Germaine, ik vond het fijn je gehad te hebben als eerste gast, fijn je te hebben gesproken. Ik wens je succes in je verdere deelname, zal ik zeggen. Het is geen deelname, in je verdere carrière. En heb je tot slot iets te zeggen of is er toch iets dat je wil toevoegen aan dit gesprek dat ik misschien vergeten ben dat enorm belangrijk is? Toch wel. Bij de vergadering gisteren is er ook aangegeven dat het openstellen van niet alleen je borders, maar gaan naar het normale, moeten we echt in acht nemen in de volksgezondheid. En dat staat centraal boven al het andere. Boven het economische. We weten dat dat een hele grote druk legt op alle landen. Maar we moeten onze volksgezondheid bovenop stellen. Want openstellen en je hebt een zieke bevolking, dan heb je geen goede economie. Dus ik wil de gemeenschap vragen om geduld te betrachten. We weten dat het heel moeilijk is, dat het heel zwaar is. Maar we willen ze vragen om toch nog wat geduld te betrachten. Het is niet alleen Suriname, het is wereldwijd. Sommige landen hebben de mogelijkheid nu, die gaan gefaseerd open, maar ze hebben misschien hun beleid uitgestippeld. Toch, Suriname, we zijn geflankeerd door andere landen die nog weet je, infected zijn. En als wij nu onze borders openen, heb je sowieso weer een flow binnen. Mm-hmm. Hoe dealen we daarmee? Hoe gaan we daarmee om? Ja, dus een beetje. Je triggert me toch om weer toch nog enkele vragen te stellen. Hoe denk jij dat want je hebt een emergency meeting gehad, of er zijn meerdere meetings geweest, neem ik aan? Er zijn meerdere eerder geweest, ja. Oké, heb je met de andere CARICOM-lidlanden gecheckt van, wij zijn bijna COVID-vrij, we still monitoring it, hoe is het bij jullie, hoe gaan jullie ermee om? Want je hebt ook contact met andere ambassadeurs. En wat was hun respons hierop? Nee, het is hetzelfde. Er is één land die nu ook COVID-vrij is. Wij hebben jammer genoeg één rode erbij gehad, die heeft niet gehad. Maar al die andere landen hebben te kampen met meerdere COVID-gevallen dan wij zelf. En ze hebben ook aangegeven, we zijn nog niet ready. We zijn nog niet ready. CARICOM is gefocust op de cruise-industrie. En die mensen staan te springen om een beetje weer in de vaart te komen. Maar dan nog hebben ze aangegeven, mensen rustig, geduld. We zijn nog niet ready, we zijn nog niet zover. Laten we eerst, want niemand weet wanneer tot het normale ga je nooit meer komen. Toch COVID, zoals de directeur van Volksgezondheid heeft aangegeven, we gaan leven met COVID. Maar wat doen we na COVID? Wat is ons beleid na COVID? De CARICOM heeft straks ook te kampen met hurricane season. En dat is ook een concern. Wow. Is een dubbele concern die ze hebben. Dus daarom vragen ze ook vanuit de vergadering is er gevraagd. Sommige landen zijn eager to open their borders. Maar vanuit de vergadering is er ook gevraagd. Rust, laten we even wachten. Laten we even kijken hoe ver we kunnen komen. En dan in etappes, weet je,
teruggaan naar het normale. Denk je dat de CARICOM heel erg zwaar is getroffen en of zwaarder is getroffen dan delen van de wereld? Dus ik wil geen assumptions maken, uh-huh. Maar het zijn kleine landen, kleine economieën. Klopt. En dat dus baart mij de meeste zorgen. En sowieso zullen ze zwaar getroffen zijn. Als je kijkt wat de ziekte betreft, zijn we niet echt zwaar getroffen. Maar economisch treft het je wel. Ja. Omdat alles een beetje stil ligt. Je hebt geen inkomen meer, geen inkomsten meer. Weet je hebt geen exporten als zodanig meer. Alles is zo een beetje on hold gezet. Ja. Dus sowieso legt het een druk op, weet je, de economische bedrijvigheid van elk land. Klopt, zeker de landen die dus heel sterk afhankelijk zijn van toerisme. Ja. En er nu geen vliegbewegingen zijn, geen cruiseschepen, et cetera, ja. Et cetera. Nou, nogmaals heel veel succes in je carrière. En I'm proud to have you as my CARICOM ambassador. Dat was Germaine Koning-Verander, onze eerste gast voor vandaag. We gaan naar een korte break en zijn zo straks terug.